Bij sportcentrum Balili aan het Hoendiep worden de handen uit de mouwen gestoken. Balili stond op het punt van verhuizen naar een nieuw pand toen het oude pand aan de Protonstraat vorige maand werd overvallen en in brand gestoken. Nu wordt er hard gewerkt om het nieuwe pand aan het Hoendiep klaar te maken voor gebruik. Behalve het poetsen van de fitnessapparaten heeft er veel moeten gebeuren. Ja, de afgelopen weken zijn we hier keihard met een hoop mensen aan de slag gegaan. We vloeren gelegd, pand afgeschilderd. We hebben allerlei spullen schoongemaakt. En zoals je nu ziet, zijn we bezig met het vinden van de juiste plekken van de apparaten. De sportschool is een aantal weken dicht geweest. Om toch te kunnen blijven trainen, heeft Balili buitentrainingen georganiseerd voor de leerlingen. Ja, die vonden het geweldig. Ik krijg nog steeds vragen binnen of we in vervolg, ook al als de sportschool opgaat, of we inderdaad kunnen blijven trainen buiten. In het nieuwe pand is er voor de vechtsporters een nieuwe vechtsportzaal. Geweldig. Als een vechtsportman kan ik zeggen, ik ga ervan genieten. En ook de leden. We gaan echt knallen. Wat is er te vinden in een vechtsportzaal? Extraatjes zoals touwtjes om te klimmen, nieuwe bokszakken, veel grote ruimte, echt heel veel ruimte. Noem maar op. Sommige leden besloten de sportschool te steunen door een handje te helpen. Ja, klopt, ik werk hier niet, maar ik train hier wel. Dus daarom de apparatuur even schoonmaken. Ik train er wel op. En geweldige mensen. Dus dat moet je wel even terug doen. De sportschool verwacht een goede start te kunnen maken. Ja, onze verwachtingen zijn dat we natuurlijk enorm gaan knallen. Hè? Zoals je al hebt gezien, het is echt een geweldige zaak. Het is super mooi geworden. En we gaan meer lessen erbij opzetten. En we hopen natuurlijk dat we nog een extra stap kunnen maken. Aanstaande zaterdag opent de sportschool haar deuren en kan er weer gesport worden.